Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Dit is een podcast voor alle mensen die geïnteresseerd zijn om online geld te verdienen. Wat mij betreft, dit is een van mijn passies geworden in de afgelopen jaren. Mijn grootste passie blijft natuurlijk dat gedeelte in persoonlijke ontwikkeling. Maar er zit ook een stukje het financiële plaatje in. De financiële kennis, de financieel management. En dat vind ik heel interessant om ook door te nemen. En een van de dingen waar ik mee begon toen ik mijn business startte, dat was eerst offline, maar toen ik het online wilde halen, is een manier vinden hoe je structureel online geld kunt verdienen. Dus ik ben daar druk mee aan de slag gegaan om te kijken van ja, hoe pak je dit nu aan? En mijn ervaring is, dit is maar één van de methodes natuurlijk. Hè. Er zijn meerdere methodes wellicht. Maar één van de dingen die ik dus wilde doen, is dit op structurele basis te doen. Dat vond ik heel belangrijk. Dus niet één keer bijvoorbeeld een bepaald aandeel kopen, ik noem maar even wat, en dan hopen dat het gaat stijgen. Nee, maar dat er een bepaalde structuur in zit, waardoor je het de hele tijd kunt laten oplopen. En dus online geld kunt verdienen. En wat mij betreft zijn er twee dingen die daar heel belangrijk in zijn. De eerste is, en mensen denken vaak dan vanuit bijvoorbeeld dat je dat vanuit Facebook adverteren kunt doen. Ja en nee. Het kan heel goed helpen om later structureel geld te gaan verdienen via Facebook adverteren. Maar in het begin is dat niet zo. Want Facebook is niet iets wat er structureel is. Het kan elk moment bijvoorbeeld wegvallen. En alle gegevens die jij verzamelt via Facebook is nog altijd van Facebook. Dus je wilt het als allereerst naar je eigen platform halen. Dat zou het allerbelangrijkste zijn. Dus je wilt het op je eigen platform hebben. Je wilt mensen bijvoorbeeld naar jouw website krijgen. Niet via Facebook ergens krijgen. Dus dat is een hele belangrijke. Dan zijn er vervolgens twee dingen die je uiteindelijk structureel online geld kunnen laten verdienen. Wat mij betreft ten eerste, en dit is voor mij de allerbelangrijkste methode waarop ik dit doe, is e-mailadressen verzamelen. Die e-mailadressen staan namelijk in jouw systeem. En niet in het systeem van Facebook, Instagram of ergens anders. Maar dit is van jou. Je hebt daar controle over. Jij kunt een mail sturen naar deze mensen. Dus dat is een methode. Dus zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen. En een tool om dat te doen kan dan vervolgens zijn om Facebook advertering in te zetten. Ja, dus dat is dan een tool en dat is niet de manier om structureel geld te verdienen. De andere methode om dit te doen, dus als je je mailinglijst de hele tijd groter krijgt, dan wordt de kans steeds groter dat je daar meer geld mee kunt gaan verdienen. Ten tweede, is de andere methode SEO gebruiken. Ja, dus dat is Google gebruiken, dus bijvoorbeeld blog schrijven, gevonden worden in de zoekmachines. Dat is waar het om gaat. En op een gegeven moment kun je ook hier structureel online geld mee verdienen, want mensen komen continu op jouw website. Stel je voor, je hebt één artikel die het heel goed doet, die staat op nummer 1 in Google. Iedere keer met de zoekterm komen zij op die term uit en ze klikken daarop door. En vervolgens heb je in dat blog bijvoorbeeld jouw e-book staan wat ze gratis kunnen downloaden. Heb je meteen jouw e-mailadres ook binnen? Je hebt iemand op je website pagina gekregen. Dus dat zijn allemaal dingen die meehelpen om iemand op jouw kanaal te krijgen. Want die persoon die zit dan op jouw website en als het onderwerp interessant is en het past heel goed bij elkaar, ja, dan gaat die persoon nog doorklikken enzovoort. En dan komt hij uiteindelijk wel uit bij iets waar hij iets mee kan. Dus dat kan zijn meteen een product kopen. Dat kan via affiliate links zijn. Hè? Dus dat je affiliate links in je blog zet waar zij op klikken, waardoor je via die manier wat geld kunt verdienen. En zo kun je dus op structurele wijze dit opbouwen. En het allermooiste hiervan is dat je dit steeds groter kunt maken. Want hoe meer blogs je gaat schrijven, hoe hoger je steeds in Google terechtkomt met verschillende blogs. Dus hoe meer websitebezoekers je krijgt. Nou, dat wordt dan alleen maar meer als je dit goed onderhoudt. Je moet alleen eventjes natuurlijk de strategie weten om dit te doen. Dat is nog wel zo handig. Nou, als je die strategieën wilt weten, check dan ook zeker even mijn website met alle content en tips die ik hierover heb. Op dit moment heb ik nog geen webinar over hoe je dit online oppakt, dus het online ondernemen. Dat is wel iets waar ik mee aan de slag ga. Dus op het moment dat je deze podcast luistert, kan het best zijn dat ik dit al wel heb. Nou, check daarvoor gewoon even mijn website of Instagram, waar ik ook heel actief op ben. Daar vind je dan vanzelf de links ook naar dit webinar toe. En dan leg ik je daar meer uit over hoe ik dit zelf heb opgepast. Maar voor nu zijn dit dus wat mij betreft twee methodes om dit te kunnen doen. Ik ben heel benieuwd. Hoe pak jij dit aan?
Ben jij al bezig met structureel online geld verdienen? Is het ook een passie van jou? Laat me gewoon eventjes weten wat jij vindt over dit thema en wat jij hebt gehad aan deze podcast. En ik hoop natuurlijk dat jij er weer wat inzichten voor jezelf hebt uitgehaald. Laat hem even weten. Dat mag ook altijd via Instagram dus. Hou me voor de rest even op de hoogte van hoe jij dit zelf doet. Voor nu, heel veel succes met de kleine stapjes die jij vandaag gaat zetten. En natuurlijk sluit ik af met de magische woorden waar ik altijd mee afsluit. Denk groot. Start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. En voor alle waardevolle gratis content die ik met je deel, zou ik het super waarderen als je een podcastrecensie wilt achterlaten in iTunes of jouw podcast app, zodat we nog meer mensen kunnen inspireren. Deel de inspiratie en geef het door.